Goedemorgen, lekker Goedemorgen. in dat lekkere lampie. Huh? Kan ik zien nu? Nee, en dan moet jij er ook niet in kijken. Ja, het kijkt automatisch erin. Ja, dat is leuk, hè? Nee, dat is niet leuk. En vooral 's ochtends vroeg, hoe laat is het Nee, op je horloge? kan niet zien, maar het zal iets. Het is nu bijna Bijna half zeven. kwart voor zeven, bijna. Wat voor zeven? Ja, bijna. Oh, kijk, dat is mooi. Ja, Ja. dus. Ja, Fiets precies. is geen bus, toch? Nee. Ja. Wat ga je vandaag doen? En Naar weer en naar Zutphen. hier naar Zutphen, weer trainen. Ja? Maar mijn waarde gewaardeerde collega is er nog niet. Die heeft zich verslapen. Ja. Net als ik trouwens. Tot bepaalde iemand aan mijn deur zaten te bellen. Ik wel. Dat komt en door die daar ook. Dat is wel handig, zo'n gewaakwom. Ja. Zo. Dus. En nou heb je een lekker felle lampje in je gezicht om lekker wakker te worden. Maar wat je remedie, ook wat kan doen. Remedie voor. Kijk. Kijk. Nou kan ik je wel zien. Toppie. Toppie. Ja. Zo, rondje aan het uitlaten. 'S Ochtends vroeg. Kom mee, meis. Ja, het is nu 7:03 ochtends vroeg. Ja. Is leuk, rondje uitlaten. Precies. Ja, en ik heb weer een hoop op de agenda vandaag. Ik ga me zo even lekker een gezichtmaskertje geven. En dan ga ik onder de automatische regen. Ja. En daarna, wat ga ik daar dan doen? Ja, genoeg, een hoop. Ik moet eventjes foto's maken weer. Dus... Ik zou zeggen vandaag, hou mijn Facebook pagina's in de gaten. Zo, mijn like en mijn ledenpagina. Ben jij nog niet lid van mijn Facebook pagina? Maakt niet uit, dan word je lid. Mijn Facebook pagina, ledenpagina heet Fotografie bij Karin van der Werf. En mijn like pagina, die heet dus weer Fotografie. Die bij Karin van der Werf, dus dat is weer Engels. Ja, het is een beetje omslachtig, maar zo kan ik het wel onderscheiden. Want ik had het dus eerst namelijk allebei in het Engels. En daar kreeg ik dus een goede feedback op. Van, joh, luister, het is allebei Engels. We weten dus niet meer wat... Nederlands is nu. Wij weten dus niet meer wat dus nu op dit moment jouw ledenpagina is en je likepagina. Dus misschien is het een verstandig idee om dus dat even te renemen. Dus dat heb ik gedaan. Zodoende heb ik dus nu allebei hetzelfde naam, maar dan even net even anders. Ja, ik heb dus een... Alleen Nederlandse en een Engelse. Ja. Dat gaat zo snel. Ja. Grappig. Ik denk, oh ja. Maar ik film naar mezelf. wel weer grappig hoor, dit. Ja. Ja. Lekker in de ochtend lopen. Mijn meisje heeft me wakker gemaakt. Ja, mijn meisje. Ja. Maar ik heb een vraag aan jullie. Nu al. Ja. In het begin van de vlog. Vlog nummer 14 alweer. Denken jullie 14 alweer, maar je hebt nog geen 14. Ja, als je in principe gewoon goed kijkt, heb ik al meerdere filmpjes. Maar we zijn gewoon zo begonnen, omdat, ja, wat ik dus al zei, meerdere filmpjes heb over printen op servet, et cetera. Normaal dan zou dit eigenlijk al vlog nummer 24 wezen, maar ik had zoiets van, doe dat nog maar even niet. We doen het gewoon op deze manier, ik vind het goed. Maar wat valt jullie in mijn filmpjes op? Wat ik wel of niet laat zien, wat ik wel of niet zeg... Dat vind ik ook wel even leuk. Ja. En
Ik ben een hobbyfotograaf. En ik vind het leuk om mensen op de foto te zetten. Ja. En waarom ik het leuk vind, ja. Het is gewoon mijn passie. En als ik mijn passie erin gooi, dan krijg ik gewoon hele mooie foto's. Dus ja. Dus als je meer wil weten, pb me gewoon eventjes via Facebook of zo. Dat kan ook altijd. Maakt ook helemaal niet uit. Ja. Wat heb ik nog meer te zeggen eigenlijk? Ja, ik ben nog niet helemaal wakker. En mijn meisje heeft mij om 5 uur gewekt. 5 uur, ja. Ik wil eruit. Vrouw, ik wil eruit. Ja, maar vrouw wou nog niet. Nee, ik wou er nog niet uit. Maar maakt helemaal niet uit. We gaan gewoon weer lekker vrolijk verder. Ja. Dus. Nee, maar er is bij mij in het winkelcentrum vandaag. Daar ga ik dus ook foto's maken. Is dus een mini-market. Wat houdt dat in? Dat is dus als je dus hier al in de buurt van mij woont. Ja, in de omgeving zijn er voor vandaag. Maar als je dit al ziet, is het alweer, wat later. Maar dat maakt niet uit, geeft niet. Maar dat kun je dus overal eigenlijk aanvragen bij elke gemeente, een mini-market. Dat is dus dat, hè, en dat de gemeente dus bij elkaar komt met bestrijdingen. En dan kun je dus allemaal vragen stellen. De buurtpreventie, deurkierstandaards, et cetera. Dus ja, allemaal van dat soort dingetjes. En dan kun je ook grof vuil inleveren, zoals kastjes, wat je niet meer gebruikt. En dat wordt dan ook weer gerecycled. En hier in de stad Den Haag hebben wij dus ook, dat is nieuw voor deze vijfde week al. Ja, gaat hard. Voor deze vijfde week. Afval loont. Dat is dus, daar kun je heel veel dingen sparen, zoals karton, kranten, plastic. Dat soort dingen, maar geen chipzakken, dat niet. Want daar zit een soort van aluminium of zo in, weet ik het. Dat doen ze niet, maar wel blikjes. Ga zo maar door. En dan kan je dus, het is niet veel, maar ik kan er wel geld voor krijgen. En bij 10 euro, dan storten ze het weer op je bankrekening. Dus eigenlijk wat je zelf koopt, krijg je eigenlijk ook weer terug. Dus ja, het is wel weer een hele leuke, een slimme manier om gewoon je afval en te gaan scheiden. En zo leer je het ook weer. Ik zelf, dan zeg ik het heel goed over mezelf. Ik deed dat dus nooit. Afval scheiden. Maar nu dat ik dus dat dus weet over afval scheiden, over afval loont, ben ik daar dus heel erg mee bezig. Heel bizar is dat eigenlijk. Ja. Ik vind het zelf heel bizar hoor. Ja. Dus. Ja, zij moet even nog wat doen. Nou ja, wat ik dus al eerder zei. Ik ga zo meteen een lekker maskertje op doen. Denken jullie ook een lekker maskertje? Ja. Maar dan van scheerschuim. Scheerschuim? Ja, scheerschuim. Ja, ik zal ook nog even de link hieronder in de comment zetten. Of hieronder. Ik moet even kijken hoe ik dat nog moet doen. Maar dat komt helemaal goed. Dat is dus van hoe schoon is jouw huis? En van van moeder en dochter is dat. Daar is dus ook een filmpje van geweest. Dan heb ik dus van dat scheerschuim maak ik dus een lekker maskertje. Nou, dat hou ik even 20 minuten erop. Lekker dan afhalen. En dan is je huid zo zacht. En je kan dus ook met scheerschuim je spiegel in smeren. En dan beslaat je spiegel niet meer. Net zoals met autowas. Autowas? Wat heb je dan weer met auto als je geen auto hebt? Nee, dat klopt. Ik heb ook geen auto. Maar met autowas, als je dat koopt, dan bij de Action. Is niet zo heel duur. Action. Autowas,
Maar als je dat nou haalt en dan op jouw douchetegels smeert, even in laten trekken, heel vies. En dan met een doek of wat dan ook even wegwrijven. En dan heb je ook geen kalkaanslag meer. Even water. Ja. Allemaal weer tips. Ja, ik ben lekker bezig. Ja. Helemaal goed. Ik ben er helemaal blij mee. Dus ja. Helemaal goed, zeg ik weer. Ja. Vind ik leuk. Vind ik grappig. Ja. Ik vind het zo leuk. Ja, vloggen. We vloggen gewoon een eind weg. Ja. Meisie. Hey. Vandaag geen zin in. Zien jullie dat? Nee, die heeft er geen zin in vandaag. Nee. Nou, ik ook niet meer. Nou, en toen was ik weer aan het lopen. En met mijn meisje. Alleen, ik weet niet of jullie me heel goed kunnen zien, maar dat maakt niet uit. Ik kan ook gewoon mijn zonnebril afdoen. Even kijken, zie ik tenminste wat? Ja, ik zie wat. Ik weet even niet hoe ik hem even beter in mijn handen kan houden. Kijk, is leuk. Ja, vind ik leuk. Mijn meisje uitlaten. Dat vind ik gewoon grappig. Ja. Kijk, ik heb haar gewoon weer aan me vast hoor. Ja. Vind ik leuk. En ik heb iedere keer. Kijk. Zoals jullie zien, ik heb hem opgemaakt deze keer. Was leuk. Dat is grappig. Meisje, lekker meisje van mij. Ja, kom eens voor. Kom voor. Kom eens hier. Pony. Mijn schat. Kom op, meisje. Kom eens mooi voor. Kom eens voor. Hier. Blijf. Goed zo. Zo, en ik ben weer onderweg. Zo, ja, ik ben zeker onderweg. Ik ga foto's maken bij mij in het winkelcentrum. Daar ben ik expliciet voor gevraagd. Dus we gaan even kijken wat het gaat worden. En ik heb een t-shirt aan wat jullie wel kunnen zien. Ja. En ik ben toch een visiteplaatje. Daarom heb ik me dus ook opgemaakt. En ik weet trouwens niet of ik aan toe kom om in het winkelcentrum te filmen. En anders laat ik het wel even doen. Maar dat komt helemaal goed, hoop ik. Ja toch? Niet dan. Dus, het is mooi weer. Vrij. Het is mooi weer. We mogen niet klagen. Dus ik ben er bijna. Dus ja, gaat lekker bezig. Ik ga niet helemaal omlopen. Ik ga lekker binnendoor. Ik maak ook helemaal geen enkele verschil. Maar oké, ik vind het wel grappig. Ja, ik vind het heel leuk dit. Vloggen, video's. Video's / vloggen. En foto's maken. Ja, ik heb toch alweer wat hobby's toch? Ja. Nu zal ik wel denken van, wat is dat een raar verschijnsel die in één keer in beeld komt. En nu zonder de aanstaande man. Ja, die is weer pleiten. Maar oké, maakt niet uit. Die is toch er weer vanavond. Nou wordt de beeld waarschijnlijk wat donkerder. Dat zien we dan wel weer. Dan ga ik lekker zo filmen. Ja, waar zitten we nu? Bij de friterie. Friterie? Nee. Friterie. We zitten nou bij de Burger King. En wat zijn we daar aan het doen? Volgens mij zitten we te eten, te vloggen en te praten. En wat hebben we gedaan vanavond? Nou, jij hebt het gedaan. Ik niet. Theorie. Maar je hebt wel een hoop. Examen. Ja, maar je hebt wel weer een hoop opgestoken, toch? Ja. Al dingen die ik nog niet wist. Zoals?
Gas loslaten, remmen of niets? Ja. Nooit gaan voor. Ik neem meestal een beetje gas terug, maar wel mijn voet op het gaspedaal. Niet loslaten als er file is en het is een onoverzichtelijke bocht. En wat heb ik nou al een paar keer tegen je gezegd? Gas loslaten. Ja. En jij zegt nee, ja, want dat is het nieuwe rijden. Nieuwe rijden. Ja. Dus wat ga je nu doen en de volgende keer? Gas loslaten. Ja. Maar meestal schakel ik terug op het rem op de motor. Dat zei Tony ook. Ja. Dat is ook een vorm van gas loslaten. Ja. En wat heb jij besteld? Twee van die lekkere. Cheeseburgers. Kijken, want je ging te snel. Jammer. Bij de cheeseburgers. Cheese. Ja, geen augurk. Die zijn niet tevreden hier. Ringvrietjes, noem je Twister Fries. Mooi. Wat heb jij besteld? Dan moet jij voor mijn telefoon even overnemen. Dan kan je het zien. Dat is nou jammer. Anders van. Daar ben je weer. Ik heb de. Ja. Wat heb je daar voor moois? De long chicken besteld. Nee, lange kip. Is die lekker? Weet ik nog niet. Moet ik even proeven. Maar ik heb hem al eerder gehad, maar het is elke keer weer anders. Oké. Okay. Maar ik weet niet of Tony op en op social media zit of wat nou. Maar shout-out en naar onze leraar Tony. Ja. En van fly over. Maar waar vliegt hij over dan? Zo heet de rijschool. Oké. Okay. Fly over. Toppie. Tony, je doet het super, jongen. Zou lekker zo doorgaan. En hoeveel vragen heb je als enige goed beantwoord? Inmiddels? Ja. Dat was van een verkeersbord B. 5 uit mijn hoofd. Kijk. Ja. Als enige goed beantwoord. Ja. 5 vragen. Ja. Je bent een topper. Dank je. Burger King. Burger King. Ook lekker. Uh-huh. Zo schat, wat heb je erin gekregen? Ik heb een mooi bouwpakket gekregen. Een bouwpakket? Het is de Jekko box. Ja. Er staat uit een aantal onderdelen. Ja. Weet dit het simpelste onderdeel is? Ja. Een plastic zakje. Een kleine elektrische apparaten. Altijd handig. Die gaat bovenin. Dan heb ik hier nog een mooie spaarlampendoos. Kijk al. Ja. Dan kun je een spaarlamp in doen. Dan hebben we hetzelfde ding voor batterijen. Ja. Die moet je ook op een of andere manier in elkaar zien te fietsen. Ja. En volgens mij op navolgende wijze. Hier moet de nummertjes volgen, schat. Ik zie hier een nummertje 1. Die als eerste doen. En dan heb je een 2. En hier heb je ook een 2, die klopt niet. En dan doen we die. Kleine ding. Dan doen we die hier. Ja. Dan heb je hier de knopjes te moeten. En daar. Ja. Trekken we dit voorzichtig uit. Schaffen we dat aan. Die doen we. En daar, zo te zien. Ja. Voorzichtig, anders gaat die stuk. Ja. Hier. De tweede box. Mooi. Een zakje. Ja. Dan heb ik hier nog een paar losse onderdelen. Mm-hmm. Een topstuk. En nog wat zijstukken. Nou, dat was beschadigd. Niet uit. Hier zit een onderdeel in dat gaan we zo doen. Maar er zit ook nog een hele beschrijving bij van hoe zet je een box in elkaar. Ja, die zit er ook nog bij. Maar het is altijd
handig om even zelf te proberen voordat je de handleiding leest. Mhm. En dan zie je dat de onderdelen niet zo 1, 2, 3 in elkaar passen zonder handleiding. Want dit is een vreemde. Want het zijn bijna twee identieke dingen, maar toch anders. Ja. Dus hoe die dan gaan? Dat is even de vraag. Want deze mooie Jacco-box. Ja. Die ga ik nu in beeld brengen. Ja. Nou, dan moet je gaan kijken, schat. Ja, dan moet je gaan kijken. Lees jij ondertussen de handleiding? Nee. Want ik heb hier... Even kijken. C, F... Een puzzeltje. Zakje, dat gaat daar zo in, dan gaat dat daar in. Dat is onderin. Dit zijn dus de zijstukken. Die moet je omklappen. En vervelend, hè? En zo'n camera op je neus, hè? Dat is niet vervelend, mijn schouder is vervelend. En wat heb je ermee gedaan? Ja, er is iets vervelends, dat speelt wel op. Dus ik kan hem eigenlijk niet gebruiken. Moet ik je helpen dan? Ja, is goed. Oké. Okay.